Hallo en welkom bij een nieuwe video van Nieuwe My Garden Plants. Ik heb zo'n 1 jaar en 2 maanden geleden deze bieslook geplant. Dit is nog een stukje video van vorig jaar. Maar dit jaar gaat die voor het eerst in bloei. En zoals je ziet, zien we al wat bloemknopjes. Als je wil weten hoe ik deze heb gezaaid, bekijk dan de vorige video's. Ik zal ze ook even in de beschrijving neerzetten. Maar zoals je ziet, deze gaat in bloei. Allemaal bloemknopjes. En deze bloeit nu voor het eerst. Tenminste, gaat bloeien voor het eerst. We zijn nu een paar dagen verder en ze bloeien. Eigenlijk wel hele mooie bloemetjes. Mooie kleur ook. Supermooi. En omdat ik meer zaden wil, laat ik ze bestuiven en laat ik de bloemen er natuurlijk aan zitten. En dan hoop ik dat ik nog meer planten krijg. En ik zal jullie in de volgende video laten zien hoe ik dat dus doe. Maar dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Bye bye.